3 september, de dag dat Nederland wordt opgeschrikt door landverraad. Omdat een Nederlandse militair is overgelopen naar IS. Goedenavond, het nieuws van deze donderdag in Telegraaf vandaag. Geschokte reacties op het bericht van Defensie dat een 26-jarige sergeant van de Koninklijke Luchtmacht naar Syrië is vertrokken om zich aan te sluiten bij IS. Meerdere politieke partijen noemen het verschrikkelijk nieuws. De man is geschorst en zijn toegang tot informatiesystemen en locaties is allemaal ingetrokken. Het OM heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Aangeschoven bij mij is Bart Ommer. Bart, welkom. Wat weten we over de sergeant? Nou, het is een onderofficier. Dat betekent dat het geen vlieger is. Vliegers, dat zijn allemaal officieren. Nou, als je een onderofficier is, daar op de vliegbasis Gilserijen, het is een helikopterbasis. Ja. Dus dan moet je denken aan technische ondersteuning. Dus het is een techneut. Mogelijk sleutel die hij aan motoren of aan wapensystemen. Ja, het kan van alles zijn. Maar hij kan ook bewaker zijn geweest of administrateur. Ja, hij kan ook op kantoren hebben gezeten. Dat is iets waar geen mededelingen nu... Dat is heus wel bekend hoor bij de MIVD, de geheime dienst. Maar daar worden geen mededelingen Maar het is al eerder voorgekomen dat mensen zijn overgelopen. Ja, we kennen meerdere affaires. Er zijn 3 militairen hem voorgegaan. Militairen die gediend hebben en al uit Defensie waren gestapt. De bekendste van dat drietal, dus die ex-militairen die zijn gaan strijden aan de zijde van IS, dat is Yilmaz. En we hebben daar foto's van. Ja, is dat achter mij? Nou, dat is een jongen die een enorm groot profiel heeft op social media. Hij is overal. Tumblr, Ask.fm, Twitter. Hij leeft ook nog naar... Hij leeft ook nog aan zijn strijd. Hij is 2 jaar geleden is hij vertrokken vanuit Nederland. Hij was een soldaat is die geweest. Hij heeft zich daar aangesloten bij Jabhat al-Nusra. En recent heeft hij de overstap gemaakt naar de IS. En nog recenter, een paar dagen geleden, is hij vermeld op de Nederlandse terreurlijst. Officieel als terrorist. Oké, maar onze sergeant, dat lijkt mij veel serieuzer. Ja, die Yilmaz die we dus al kennen, hè, al 2 jaar. Die allemaal heel groot aan het Twitter is. En op Tumblr allemaal verhalen vertelt hoe wat voor een topmilitair hij is. Nou, dat is in werkelijkheid is dat niks meer dan een soldaat die niet eens een vervolgopleiding heeft afgemaakt. Ja. Maar deze sergeant, dat is wel echt een ander verhaal. Dus de logica achter die geschokte reacties, hè, Rutte noemt het ronduit verschrikkelijk, ook de defensieminister noemt het ronduit verschrikkelijk. Ja, dat is wel voorstelbaar. Het is een onderofficier, die heeft jarenlang meegelopen binnen Defensie, heeft kennis van wapensystemen, heeft kennis van strategie. En kent ook gewoon heel veel collega's. Maar het is toch een ongelofelijke afgang eigenlijk van Defensie dat ze dit niet hebben zien aankomen? Ja, en het is een dubbele slag is het. Het is een militair, actief dienend. Dat was ook nog in tegenstelling tot die andere 3. Die waren al buiten Defensie. Ja. Actief dienende militair. Die dan ook nog niet eens opgemerkt wordt, terwijl die radicaliseert. Je zou toch moeten denken dat Defensie daar heel erg scherp op moet zijn. Maar blijkbaar heeft niemand dat gezien. Maar daar moeten signalen voor zijn geweest. Ja, maar we weten ook helemaal niet of het een radicale moslim is. Misschien is het dat wel helemaal niet. Je weet helemaal niet wie erover loopt. Nee, dat weet je niet. Maar je weet wel dat deze man zeer waarschijnlijk kennis heeft aan namen van collega's. Ja. Als ik collega van deze meneer zou zijn geweest op die vliegbasis, nou, dan zou ik toch echt ernstig zorgen maken over hoe veilig het allemaal is. Ja, maar hoe nu verder? Nou ja, justitie onderzoekt de zaak. De advocaten die wij spraken, die noemen het gewoon een kwestie van landsverraad. Daar staat maximaal 30 jaar celstraf voor. 30 jaar cel? Ja, tot levenslang zelfs. Maar je nationaliteit wordt toch afgepakt, dus... Ja, dan heeft het toch geen zin om iemand, die komt niet meer terug. Nou, de kans dat hij terugkeert is nihil. De laatste tijd hebben we sowieso al gemerkt dat er bijna geen Nederlandse strijders meer terugkomen. Dat is ook weer gesignaleerd door de AIVD en door de NCTV dat er bijna niemand meer terugkomt. Oké, Bart, jij bent er een verhaal over aan het maken voor de krant vanmorgen. Bedankt en ik zie je volgende keer weer. Tot zover Telegraaf Vandaag. Ik wens u nog een fijne avond.